We zijn hier bij Marcel Goedhart en bij Mark Meeuwis. Marcel Goedhart is regisseur en programmamaker en Mark Meeuwis is van de nabewerking van het geluid. Heren, waar bent u op dit moment mee bezig? We zijn nu bezig met de geluidsnabewerking van Andere Tijden. Mark, kunt u misschien iets vertellen over precieze rol hierin? Ja, nou, het programma is gemonteerd en het beeld zit op slot. Zoals dat heet, dus er wordt niks meer veranderd. En aan mij worden allerlei lage geluiden gegeven. Muziek, spraak, soms een sfeergeluid. En daar maak ik dan een balans in. Ga je hier, ga je zien. Geweldig. En wat is hier nou, is hier echt iets specifiek aan veranderd? Dat de muziek nog wat harder gezet wordt en... Nou, zie, dat moet... Ja, ik moet het een beetje in balans brengen met de spraak. Hè? Ja. Dus in die huiskamer is het natuurlijk veel harder. Maar toch, dat moet je wel op een of andere manier zien dat overkomt. Maar dat is lastig. Je kunt het niet veel harder maken dan de spraak. Want dan is het thuis heel lastig. Dan moet je het harder en zachter gaan zitten. Dat is niet de bedoeling. Ja. Oké, u werkt nu voor de NTR VPRO. Bent u nu in Andere Tijden aan het maken? Bedenkt u zelf programma's en kijkt u dan welke zender dit wil kopen? Of werkt u nu echt voor de VPRO en zeggen zij tegen u van we willen weer een nieuw programma? Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik ben ooit zeg maar, bij Studio Sport, hiervoor werkte ik bij Studio Sport. En ik ben nu eigenlijk al een tijdje gedetacheerd, zoals het heet, bij allerlei verschillende omroepen. Heeft u dan een vast team waarmee u werkt? U zegt, dit is mijn cameraman en die gaat er mee? Dat wisselt. Ligt een beetje aan wat het project is. Hè. Dus ik ken volgens een cameraman, dus niet per se de beste cameraman van Nederland, maar daar kan ik heel goed mee opschieten. Dus als je naar Ghana moet en je moet 11 dagen naar Ghana, misschien op elkaars lip. En dan moet die cameraman moet goed kunnen opschieten met de presentator. Je moet ook nog een beetje leuk met hem kunnen praten, vind ik. Dus het is belangrijk dat je 11 dagen een goede sfeer hebt. Wel vaak dat ik met dezelfde persoon te monteren. He, dus dat, ik heb werk nu dit jaar met een vrouw. Dat heeft niets met te maken dat het een vrouw is, maar die is heel goed en leuk en snel. En dat voelt bijna alsof het geen moeite kost. Zijn er nog speciale project of heeft u nog een grote wens van een bepaald programma wat u echt heel graag zou willen maken? Ik vind het mooiste van mijn vak vind ik verhalen vertellen. He? Daar geniet ik van. Dat vind ik het mooiste wat er is. En soms zijn het zelf zijn dingen die je zelf verzint. En soms zijn het opdrachten die je krijgt. Maar de liefde voor de vertelling van een mooi verhaal, dat is wat mij trekt en waar ik enthousiast van word en waar ik gepassioneerd door raak.